2006. Dus een jaar of... we zitten nu tweede, ja, een jaar of acht bijna. Zit nou eens Azen's Huis hier te keer. Totaal te voldoen, 120.187 euro en 71 cent. Binnen 14 dagen. Als het zo was, eigen schuld, eigen schuld. Of eigen schuld, dikke bult. Dan hadden we geen ABN AMRO meer. Dan hadden we geen ING-bank meer. Dan hadden we geen SNS-bank meer. En dan hadden we de Rabobanken nu in de cel zitten wegens de Libor-affaire. Zo, dit is hem dan. Hier ben we woond. Slipkamer kunnen opofferen en zo ben we hier, hier starten. En hier hebben we twee hier zitten en toen ben we naar de binnenstad hier in het Alex. Maar we gingen hier een bordje in de tuin, dat had ik nabij me. Hier is nog niks meer internet te maken. Polaroid-camera en foto's maken en opplakken en ondergang. En zo dat meest een beziekje. Dat is het jaarlijkste punt. Ja, verder dan ziet het er netjes uit. Hè. Rolgordijn en alles zit erin, dus dat was ook afgesproken. Ja, dus, ja, ik zal het eventjes afstrepen. Nou, dat loopt. Nou, zo is dat. Dan geef ik je een hand. Dan wens ik je vast veel woonplezier. Hey, tot ziens. En bedankt. Ja, u bedankt voor de opdracht. Er worden nog huizen verkocht, maar de merk zit al jaren op slot. Er zijn in Friesland meer dan 1.500 wenten te keep. De meesten in het noorden van de provincie. Wij zoomen in op de regio Frensjer-Haas, het noordwesten. Hier begon de huizencrisis jeder als landelijk. Al in 2007 vernomen makelaars dat het minder ging. In Frensje zijn in de prijsklasse om 200.000 euro 154 wenten te keep, waarvan 100 meer als een jaar en gewoon al volle langer. Als wij praten over de huizenmerk, heet het meestentijds over cijfers. Hoeveel wenten er verkocht worden en voor hoger prijs. Achter de cijfers zitten verhalen van meisken die jarenlang dubbele lessen hebben omdat het huis maar net verkocht wordt. Meisken die dwongen een huisverkeepje matten en maar restschulden zitten van 10.000 euro's om meer dan een ton. Ook het drama's om afspelen achter de dwarren, dat weten we net. En er komt net volle naar boeten omdat meisken haar skamjatse schulden hebben of de hypotheek net meer betellen kennen. Nou, we zijn onderwijs naar de heer Wapstra op de Zuiderkade. Het huis hebben we al een heel wat te keep. Mensen hebben ook twee wenningen. En, ja, uiteindelijk hebben ze die keuze maken om reden van gezondheid in die tijd. Dus daar trok het weer op het drompel van de crisis. Toen hebben ze een oor huis gekocht en ja, hun eigen te keep. In de veronderstelling, nou, dat gaat wel. We hebben ook een protte bezichtigingen wel gewoon. Ik ben ook wel bieringen geweest dat we zeiden van achterna van... Ja, nou zei het van hier het medien, maar ja, goed dat we in die tijd het besluit om het net te doen van de familie. Maar ja, uiteindelijk is het wel een kwestie dat de banken en daarmee een stukje opbrenging in de financiering, hypotheek, ja, dat begint wel wat te vreeuwen. De bank zou uiteindelijk dat maar wel verkocht worden. Goedemorgen. Dag Jeroen. Ben ik weer. Nee, ik zeg verder, dan is de ja, tijd van het jaar wordt wel weer wat mooier. Hè? Langer licht, mooier weer. Dus dat moet straks ook weer blijken dat daar weer wat meer actie uitkomt. Hoe lang staat het huis te koop? Sinds wanneer? 2006. Dus een jaar of... we zitten nu twee, ja, een jaar of acht bijna. Dat is wel heel lang, hè? Ja, zeker.
En dat komt doordat we een aantal keren een hele lange periode onderhandelingen hebben gehad. En het huis nagenoeg verkocht was. Tot op een gegeven moment de financiering bij de toekomstige koper niet rondkwam. Dus dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja, deze ruimte kan je voor een heleboel dingen gebruiken. Ik heb er hier een sportruimte van gemaakt. Je moet toch wat in beweging blijven. En drie keer in de week kan ik hier lekker losgaan. Het onbad van Keephuizen in Friesland is nog altijd heel grut. In de hele provincie stint dik over 1000 mensen te Keep. Op 5 maart is het groeid naar over 1100 tretjen over alle prijscategorieën. In Noord-Friesland gaat het onbad in de mannetijd nog omheeg naar 5800 vrouwen wenten in de verkeep. Er moet wat gebeuren, vindt de provincie. Maar Makel dus wordt het wenoffensief betocht. Kepers die een hoeskeepje onder de 2 ton kunnen een subsidie krijgen van 5000 euro voor bijgelijks renovatie of isolatie. Sa is het werk voor installateurs en de verkeep moet in deze maand verdubbelen in vergelijking met vorig jaar. Ja, wat ik nog wel een mooie wenning is, wat dan maar even een lied beetje even. Nou, de hele oude mensen kunnen wennen. Ja, dat is een want, dus ik juist de jonge ja. En dat is inderdaad uw smaak. Nou, ja, maar dat is echt een kans om er weer wat van te maken. Want het is. Ja, je mag altijd vraagprijzen, zei ze nog. Dat hoef je al net uit te lezen, toch? Er is op een soort plakken een wenningmerk. En verkepers hebben hier op een hoes van potentiële kepers. Nou, er waren 2 keer kijkers en had mijn zoon. En nou, die ben oriënterend, dus dat weet je dan net. Maar de oren, dat was wel een huishouding. En dan, ja, die kon je heel goed. En die vonden het ook prachtig. Dus ik denk wel dat dat wel wat was. Maar ja, die gong ik verder om meer huizen te zien. Want zo'n dag is het toch. We werken net met bleed. Haast dat mensen toch wel enthousiast binnen. Dat hebben heel vaak dieren. En nou hebben ze zoiets van, nou, laat maar eens zien hoe het gaat. Dit is de voorkamer. Rondom glas en lood. En dan hebben we nog een tussenkamer. Maar de oude details. Ik kies even zien. Zulk soort details. Dus de 1923 stijl. Dus een tussenkamer. En dan kom je in de achterkamer. Maar romzicht. 5 kilometer dat het mooi weer, maar mooi waar is. En dan gaan we terug naar de keuken. Afhoewel, hier zit nog de kelder. Heb ik een kelder in het huis. En dit is de keuken. En daar hebben we de zelfgemaakte tegeltjes. Hier hebben we de originele houten vlier. De grote bedroom met een balkon. Hoe lang zit het nou de keuken? 4 uur hier. Het is wel heel lang. We hebben wel regelmatig kijkers voor, maar dan moesten ze hun eigen huis nog kwijt. En ben ik zak in prijs? We zijn behoorlijk zak in prijs. En er is ook nog wel onderhandelingsruimte, want ja, we zijn een onderhoud daar. Dat is hier wij net meer zin om, maar het maat al. Dus je kan zeggen van, dat geven we zelf van, of wij. En dan doen we het van de prijs af, of wij doen het en dan. Op welke prijs ben je begonnen? 12,34 euro. 12,34 euro. Dat staat nu op een liedje 2 ton. We richten dus op de starters, de mensen die het voor het eerst een huis kopen in deze categorie. Omdat makelaars ik zeg ze, dan krijgt terugstreming op gang. Mensen die het oerwagen een jutterhuis te kopen, hebben vaak al een eigen huis en moeten dat eerst kwijt. En dat is het idee van Libus richten op deze groep, goedkope woningen, starters. Daar verbinden we dingen als renovatiesubsidies en we bieden mensen ook de mogelijkheid en we lichten hun ook voor dat hoe kunnen ze hun huis verbeteren, zodat het wel wat meer werk wordt. Maar de merk moet op gang komen als mensen die het in een te goedkoop huis zitten en die het wel wat jutters hebben willen, als die hun goedkoop huis kwijt kunnen.
Het wenoffensief duurde een maand. Het resultaat op 5 maart wien de 1234 wenten verkocht, wil ze er eens 400 wezen moesten. Het doel is dus net bereikt. Toch binnen makelaars en andere partijen tevreden, met name over de gearwerking. Dus het wenoffensief is wel een succes geweest. Numeriek komen we er net helemaal, maar we hebben wat in gang gezet. Ja, je probeert een balletje aan het rollen te krijgen. Ik snap de economische gedachte erachter ook wel. Van, nou, als we de vraagzijde gaan stimuleren, dan gaan de prijzen weer stijgen en dan komt de roulatie van de woningen weer op gang. En daarmee doe je niets anders dan de banken belonen voor het piramidespel wat ze hebben opgetuigd. Wat je doet is je probeert onder een piramide een nieuwe laag te metselen. Door een nieuwe groep kopers te dure huizen te laten kopen en daar een lokkertje voor te geven. Dus ik zou ook adviseren aan iedereen die het overweegt om dat te doen, om dat vooral niet te accepteren. Want die 2500 euro per persoon die je kunt krijgen, uiteindelijk ga je misschien wel voor 50.000 euro verlies nat op dat huis. Dus dan lijkt het nu heel aantrekkelijk, maar je gaat door dat lokkertje ga je gigantisch veel verlies inkopen. En natuurlijk heb je alle zaken als restschuld en neem maar op. Dat kennen wij ik net oplossen. Maar dat ben alle individuele geval. En voor mensen die het beginnen willen, die het starten willen, die het net een huis hebben, is het een heel goed moment om te kopen. Maar je weet net al dat de boer helemaal bereikt is. Nee, maar dat weet je nooit. Dat weet je echt nooit. Om je heen jaren wij van, het zakt net zo wat meer. Ik kan je zeggen naar wat er nou de laatste maanden gebeurt. Maar mensen met een individuele afwaging maken. Wij zitten net zo mensen die om het kopen. Wij zitten gewoon van verdiep je die er nou in. En de kerst bij financiersvregen, de wie en ik notarissen bij het wenoffensief, makelaars, lid die voorlichten en denken serieus hoe nou. Meer is net. Dat de huizenmerk al jaren minder wordt, vielen makelaars vanzelfs. Er is een soort verorien zien hier, zei ik bij Van der Wal in Frenscher. Hetzelfde met de Kanaalweg, daar hebben we over 2 weken verliezen ook een evaluatiegesprek mee gehad, om te zeggen van, hoe verder. Nou, grote boeren, die maken ze daar even een afspraak mee. Wij hebben echt merken in het eind van 2010, als hij van de rem komt erop, maar verkeerpen. Dus men zei het meer van 2008, maar wij hebben eigenlijk zo een jaar eerder. Dan zei hij van, nou, het wordt duidelijk minder. En zo dan zei hij van, hoe doen we dit nou? Dus dan is het een kwestie van in kosten snijden en minder. Want hoe ziet het kantoor er in die tijd uit? Nou, toen gingen we in 2010 gingen we de assurantiekantoren nabij, makelaardij. En toen zitten we hier met man als 14. Dus wat dat betreft hebben we aardig meisje in hand. En dat weer toen werd het een kwestie van, toen halveerde het eigenlijk in personeel. Nou, toen werd het van die 14 wat zo'n. En van die zo'n ben er nog ook al een aantal wat uit. Die het best wel zei van, ja, kleren, dat die gingen we toen wel. Ja. En zij is de kind een vriend hier, dan zou je iemand die 25 jaar bij die werkt had. Ja, die moet er dan helaas uit. No? Ja. Dus dat zijn wel wat ingrijpende zaken. Dat kan je net het beste doen. Ik kan beter handelen van als zo'n soort ding. Dat is, ja. Het doel is hier om 4 appartementen van dit kantoor te maken. Nou, we weten hoe dat moet. Dus daar, hebben wat ideeën over hoe we dat opstellen kunnen. Ja, uiteindelijk maar stel ik gewoon heel eerlijk zeggen, als je hier een kantoor hebt van 400 vierkante meter, waar moet dat hier? Het is natuurlijk in Safir een feeste romme jas op dit stuit. Dat is gewoon zo. We kunnen deels door de bezetting, maar ook door automatisering, dan heb je net zo volle vierkante meters meer nodig. Daarom verhuizen de makelaar in Kwatten een dorpje erop. Is het een beetje de makelaardij na je stil? Ja, transparant, open en daarmee ook slagvaardig, hè, flexibel wijzen. Dus net grote kantoren en een prut overhead kosten, maar liets kantoorbezetting en een beetje eigentijds uitstraling. Elke tien jaar hier dan verhegen de prijzen Alex maar 100%. Dus in 85 in, laat dat maar even maar beginnen tot 95, dat weer 100% heger. En zitten je van 95 naar
Na 2005, daar heerst wat guns win in 95 win de euro's in hoe heet het, 2005. En het eerste gedeelte, toen we begonnen, toen werd een prachtige tijd, maar in 89-80, toen hebben we al even een veromslag gehad, want toen werd een kwestie van, toen win de rentes, die win 12-13%. En toen heb ik een duidelijke wat een dip gehad, maar dat we in wezen lang zo slim net als wat we nu hebben. Van 2005 tot 2007 had er nog wat een stijging in zitten. En nu zitten we eigenlijk zo pijl van 2000. Dus er is qua prijs. Is er van 2005 tot nu is er wel 25-30% van de prijs af. Als je een hypotheek erop hebt, toen volledig gefinancierd hebt, dan is het nog een kwestie van, dan staat het huis zogenaamd onder water. En ja, dan moet ze toch zien dat ze een regeling treffen met een bank of wat dan ook. Maar, en dat is vaak moeilijk, maar ook dan kan je in wezen het eerst verkeerpje. Dan valt dat al. De familie Halma kocht in 2008 deze wenning in Frensje. Het slaagde tot nood aan maar net om de vorige wenning te verkeerpjen. En dat betekent dus al jarenlang dubbele wenlessen. Waterstuintje voor de bijen. Een sliepkamer van de oudste dochter. De voorkant. Dit weer de babykamer. De achterkant. In 2008 is dit zeer wat verkeerd zien. En hebben we met ons onderhandelen geweest. Hebben we een body in. En dan hebben we het huis gekocht. En ze dan moesten zijn eigen huis te kopen. En dat is nou al 6 jaar. 6 jaar lang? Ja. Hoe is dat dan? Om 6 jaar lang 2 huizen te hebben? Vervelend. Het is, het is iets waar je altijd in je achterhoofd hebben. He, we werden niet op zich heerlijk, maar je hebt nog een huis wat maar net verkocht werd. Nee, en in de tijd, in 2008, kon ik gewoon een hypotheek verkrijgen. Ja, klopt. Maar is dat toch dat het zou rinnen zo? Nooit, nee. Hier wel slip niet slecht van goh, hoe komt het al hier? En dan heet waar huizen nog de kont, zeg maar. Maar toch, het komt wel leer. We hebben nog bezichtigingen en op zich zit ik er net sauer in. Nee. Hè, de eerste 2 jaar, zeg maar, hier wel wat bezichtigingen en daarna is het ook heel stil worden. Ja, en kan je rondkomen? Want ja, je hebt wel dubbele lessen natuurlijk. Wij kunnen nog roem komen, maar er moet niks gebeuren. Nee, er moet net een auto steken gaan of een wasmachine. Nou, we hebben 2 huizen. En daardoor moet je dan, tenminste in ons geval, een overbruggingshypotheek nemen om dat te bekostigen. En die hypotheekverstrekker die wil op een gegeven moment van die tweede hypotheek af. En die vragen dus steeds allerlei dingen te doen. Bijvoorbeeld het huis in prijs verlagen. En andere keer weer een aflossing te doen. En dat is niet zo prettig, vind ik. Gedwongen verkoop, daar zit je niet op te wachten. Dan ben je echt afhankelijk van noodlot eigenlijk. Er gebeuren de meest bizarre dingen. Dus de verplichtingen om volmachten te tekenen, terwijl dat niet zo is. Banken die blokkeren woningverkopen, wat helemaal niet mag. Je kunt het zo absurd niet verzinnen of het is hier de afgelopen jaren al wel voorbij gekomen. En de meeste mensen die niet met een probleem zitten, die denken, als ze in een probleem komen, oh, dat kan ik oplossen met mijn bank. Ik heb hier 2000 voorbeelden liggen van mensen die zeggen, onmogelijk. De familie Bronkhorst in Ljouwert ken Jeroen Maai praten. Ze kocht in 2003 een huis in Suderborn voor 340.000 euro. Te Gerre runnen ze een mediabedrijf. Maar spaargeld beginnen ze ook nog een botenverhuurbedrijf. Na een paar minnen simmers moeten ze de boten met vast verlies verkeepje.
Nu ben je in een hierhuis, want haar huis moest dwingend verkocht worden, maar een enorm verlies. Het huis heeft bij elkaar bijna 3 jaar te koop gestaan. En toen kregen wij voor Pasen een brief. Want er had ook inmiddels een schuldeiser had beslag op het huis gelegd. Executoriaal beslag. En dat heeft de banken ook aangegrepen om ons ook weer te dwingen. De vraagprijs was 289.000 euro. Die moesten we per direct verlagen naar 250.000 euro. En dat was in 2012. Ja, toen kwam er uiteraard meteen een koper om de hoek kijken. We hadden ook niets meer te vertellen over de transactie, hoe het allemaal ging gebeuren met het huis. Niets. En jullie moesten het verkopen voor uiteindelijk dat bod? We kregen een bod van 223.000 euro. Nou, we hadden daar niets over te vertellen meer. Dat moesten we gewoon aanvaarden. Terwijl op het moment dat we die brief kregen om de verkoop af te dwingen, hadden wij op dat moment een achterstand van een 3000 euro. De bank wil zo snel mogelijk van het dossier af. Ze willen zoveel mogelijk geld eruit trekken. En dan hebben ze dat verlies kunnen ze weer wegboeken. En wat gaan ze vervolgens doen? Ze gaan vervolgens een incassobureau op jou zetten. En iedere cent die ze uit je kunnen wringen, die wringen ze uit je. Na de verkoop kregen we uiteraard een afrekening van de notaris. En kregen wij uiteraard daarna het incassobureau op ons dak van de ING. Dat is Interpartes. Totaal te voldoen, 120.187 euro en 71 cent. Binnen 14 dagen. Ja, dat stond er dus gewoon niet. Dat is er gewoon niet. Nee, dat is er niet. Dat was er niet en dat is er niet. En gezien onze leeftijden, de economische crisis waar we nog steeds in verkeren, zal dat er ook niet van komen meer. En dan zullen mensen zeggen van ja, heel sneu, maar ja, het was jouw schuld, eigen schuld. Eigen schuld, maar wat kunnen wij aan de waardedaling doen? Had u in 2006 of 2007 kunnen voorspellen dat de woningmarkt met 30% in elkaar zou storten? Dat kon niemand voorzien. En die klap die is te groot om daarvan de mensen zelf de schuld te geven. Ja, je moet voorzichtig geld lenen, natuurlijk. Maar degene die het uitleent moet nog veel voorzichtiger zijn. Tenzij hij of zij geen risico heeft en dat banken geen risico lopen. Dat weten we. Bankiers gaan met dikke salarissen naar huis. Ze kunnen de hele boel bedonderen en ze kopen het gewoon af. En als het zo was, eigen schuld. Eigen schuld of eigen schuld dikke bult, dan hadden we geen ABN AMRO meer, dan hadden we geen ING-bank meer, dan hadden we geen SNS-bank meer en dan hadden we de Rabobanken nu in de cel zitten wegens de Libor-affaire. Dat is allemaal niet gebeurd. Dus een bank die heeft status blijkbaar boven de wet en boven de eigen schuld. Want als die schuld hebben, dan wordt het door de Banken opgepakt. Maar als jij als burger een product hebt gekocht en eigenlijk kocht je een huis en daar had je een lening bij nodig en dan werd je geadviseerd door een kundig persoon, ja, om dan te zeggen je bent stom geweest. Je bent niet in staat om je eigen markt te bepalen. Dat heeft de bank voor je gedaan. Op dit moment heeft natuurlijk de Belastingdienst nog steeds beslag op de AOW en het pensioen van mijn man. En leveren wij wat van wat freelance opdrachten nog. Wat heel minimaal is. Ja, ik zeg één ding. Het is geen kwestie van niet willen. Maar het is een kwestie van niet kunnen. Helaas is de oudejaarsloterij ook niet op ons adres gevallen. Nee, er was wel een prijs in Friesland ergens gevallen laatst. Ja, ook niet hier. Ook niet hier. Als we in staat zouden zijn in Nederland om met z'n allen te kijken wat is het probleem. En dat probleem is schuld. Maar wat is het echte probleem is het feit dat die schuld lucht is. En op die lucht, daar verdienen bankiers en politici, die verdienen daar heel veel geld mee en die maken daar mooie sier mee. Maar we hebben die mensen helemaal niet nodig. Dus het zou rechtvaardig zijn als we met z'n allen ons realiseren dat in een democratie het volk, het gewone volk, de macht heeft. En dat die dus ook kan zeggen, nou, we stoppen met betalen. Hè? En daar moet je een enorme morele drempel over.
Maar misschien moeten we met z'n allen zeggen, we zijn die slavernij van die banken en die idiotie, die zijn we eigenlijk wel een keertje beu. De actie van de stichting Restschuld Eerlijk Delen krijgt nog geen gehoor bij de banken. De Nederlandse Vereniging van Banken liet het volgende weten. Banken doen er alles aan om te helpen, maar kwijtschelden is niet de oplossing. Iedereen in Nederland weet dat als je iets leent, dat je het ook weer terug moet betalen. Onze betalingsmoraal is hoog en dat moeten we zo houden. Het WEN-offensief richtte hem op het goedkeepse segment om zijn beweging te krijgen in de merk en mensen met duurdere huizen een keepje te litten. Want in het heese segment is de crisis juist het grootst. Dat is duidelijk te zien in het nieuwbouwplan Frensje Zuid. Hier komen we dan in Zuid. Ja, het luidt er wat, wat wild en woest en ledig bij. Maar hier is een heel groot plan om, om hier in eerste instantie 600 woningen hier te realiseren. Maar dat had de provincie in wezen al redelijk gauw afluit. En die had zijn van 300 even genoeg. En nou gaat dat heel moeilijk. Het houdt je met die hierwenningen erbij. Het houdt met 100 wenningen, dan houdt al het op. Ja. Dan is de, en ja, je hint duidelijk 300 al steenmaten. Als je hoe lang had het al geënd is en zo. De huizenmarkt in Friesland heeft denk ik een extra probleem ten opzichte van de Nederlandse, de Hollandse woningmarkt. Namelijk dat in Friesland is er sprake van een krimpmarkt. Er is een huizenmarktprobleem, dat is een economisch probleem, deels ook een sociaal probleem, maar vooral een demografisch probleem. Want je ziet dat er voor heel veel huizen in Friesland waarschijnlijk in de komende jaren geen kopers meer zijn, omdat er te weinig mensen in Friesland gaan wonen en dat de jonge mensen die de te dure huizen van de afgelopen 15 jaar zouden moeten gaan kopen, die hebben het geld niet om die huizen te betalen. Dus ze kunnen en het geld niet verdienen vaak in Friesland en de huizen die er staan, die zijn te duur omdat de woningmarkt in Nederland is opgepompt. Ja, huizen binnen hier nog altijd een stuk goedkoper als in de rest van Nederland. En er zal ik altijd mensen wezen die het meer geld over hebben als 2 ton voor een huis. Alleen dat die mensen zitten nu vaak in een goedkoop huis en worst is dat er terugstroming is. Krimp is een heel moeizaam begrip. Maar we zijn hier in Frenschiet. En in Frenschiet zullen de komende jaren nog heel tijd meer huizen bijkomen. Net zo verschrikkelijk soort als de oude onder jaren wist is, maar ik zou plakken als Frenschiet groeit nog wat. En dit bloed, een plak, werd mensen zin aan hebben en terjuchten, want dat is gewoon prachtig. Zou ik zo wezen dat wij misschien al wennen moeten aan het feit dat groei net altijd meer het toverwoord is? Ja, ik denk dat dat realisme moet gewoon wezen. Ja, als wij om ons heen zeggen, en nou, daar ben ik wel onderzieker naar die natuurlijk naar krimp en vergrijzing. En dan zullen er in het westen of in het midden van het land dan juist dat het verstedelijking nou ja, groter wordt. Maar ja, in de provincies daaromheen, dan juist dat duidelijk minder. En ja, wij in Noordwest-Friesland of in Friesland überhaupt, dan zullen steden als Ljouwert en Jereveen en Snits en steden waar het wat centrum, lokaal centrumfunctie zitten, die zullen misschien nog wel een beetje groeien. Maar het dwarpen en het platteland daaromheen, nou, dat wordt natuurlijk minder. En daar hoeft net meer, volgens in mijn optiek, net meer allemaal nijbouw voor te bouwen. Want groei is een soort magisch woord. Hè? Groei is goed. Ik laat groeicijfers zien, dus ik ben goed bezig. Krimp, dat klinkt eng. Maar krimp is alleen maar positief als je kijkt naar de neveneffecten. Want voor economische groei staan ook milieuproblemen en sociale druk, et cetera, die daarbij horen. Je zou ook kunnen zeggen, we gaan rustig eens afbouwen. Ik denk dat Friesland moet gaan genieten van datgene wat het heeft. En iedere politicus die nieuw aankomt, die wil allerlei projecten. Want die moet zijn cv bouwen. Maar daar is de Friese bevolking absoluut niet mee geholpen. Achteraan, dan kan dat zonder meer zijn. Dan kan zonder meer zijn dat duidelijk feest en feest optimistisch is. Het is nu hier, ik geniet verschenkend
als die crisis zo hut en zo vol taslijnd heeft, maar achteraf, ja, dan zou je dan is het wat al te optimistisch westen.